Gert-Jan Karsten, vandaag de 1-0 overwinning tegen de Treffers. Ben jij een blij man? Wel met de punten, niet met uitvoering, omdat ik vind dat we in het begin niet scherp genoeg begonnen. Ik denk dat we na de 1-0 de kans hadden om 2-3-0 te maken voor de rust. Begin tweede helft komen we 1 of 2 keer heel goed weg. Vooral die kans met Maatsdorf op Danes, fantastische redding. En ik denk dat we daarna zelf 2-0 moeten maken, doen we niet. En dan alles of niks van hun, zwijnen we gewoon in de laatste minuut. Link Hobers werd uitgeroepen tot man of the match, maar dat had ook zomaar Danes kunnen zijn. Nee, want dan doe je het team tekort. Maar ik vond dat er vandaag geen uitblinker was. En dat moet bij ons beter. Ik vind dat we voetbal het veel meer kunnen brengen. En er zaten een aantal fantastische aanvallen tussen. Maar uiteindelijk vind ik dat we voetballend toch niet het maximale gebracht hebben. Moeilijke omstandigheden, koud, wind, veld. We zijn inmiddels zover. We trekken deze pot wel over de streep. Weliswaar gelukkig in de laatste minuut met die bal op de paal. Die telde ik al, als ik eerlijk ben. Maar goed, wij schoten ook op de paal volgens mij. Dat was die mooie avond met onder andere Tim en Derian en Rob. Die tikten net, kon er net niet goed bij. Ik denk dat het gewoon de fase van het seizoen is waarin wij zitten. En dan valt het kwartje onze kant op. Maar ik vind dat de Treffers minimaal een punt verdiend had. Ik vond Derian ook wel goed inviel, hè? Want veel bij aanval betrokken. Hij scoorde dan weliswaar niet, daar baalde hij van, maar toch... Nee, compliment. En ook scherp. Hè? Want doordat hij scherp invalt, ik vond hun nummer 19, ik heb zo de naam niet, ik denk Hendricks, maar vond ik de eerste helft erg bepalend in de opbouw. En Derian, die hebben daar bewust opgezet om hem verdedigend wat moeilijker te maken en aanvallend eroverheen te gaan. En dat deed hij goed. En dan krijgen hun nog rood, dus dan ligt er ook nog veel meer ruimte. Hun namen alle risico's. Dus ja, hij vult er prima in. Ja, wat je zegt, hij moet eigenlijk een goal maken en dan beloont hij zichzelf. Maar hij heeft een stijgende lijn en daar zijn we heel blij mee. Was het een rechte rode kaart? De overtreding met Danes kon ik niet zien. Maar daar ging hij wel door op de keeper volgens mij. Maar zeker voor de dugout, daar houdt hij gewoon een lopende speler tegen. Dus 2 keer geel is rood. En ik denk terecht, maar dat moet de tv-beelden uitwijzen. Want dat durf ik nu eigenlijk niet te zeggen. Het belangrijkste vind ik uiteindelijk dat we 3 punten hebben. En ik vind het ook heel belangrijk dat we hier lering uit trekken. Want wij moeten echt beter presteren.